Hoi lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag zit ik even lekker niet goed in mijn vel. Een hele rare manier om een video te openen, denk ik. Maar ja, dit is ook het leven en dat wou ik even delen met jullie. Ik twijfel echt soms zoveel aan de dingen die ik doe en sometimes it's just too much of zo. Dus vandaag ga ik even lekker dingen doen aan het huis. Dat helpt mij altijd heel erg. En nu is echt het huis helemaal ontploft van hier tot Tokio. Omdat gewoon alles echt een mega troep is. En dat komt omdat we eigenlijk de hele week door gewoon gewerkt hebben. En dan doen we ook gewoon niks aan het huishouden. Is echt heel erg. Heel af en toe wel. Maar goed, dat helpt mij wel heel erg op de dagen dat ik gewoon even lekker er doorheen zit. Kan ook gewoon. Is ook doodnormaal. En ik dacht, ja, ik kan wel vandaag een video gaan opnemen met helemaal happy face en whatever. Maar ja, als ik me niet zo voel, dan gaat het ook niet. En dat wil ik ook laten zien. Want dat is ook gewoon heel normaal. Dus ja, ik ga even het huis opruimen. Dat zorgt bij mij altijd voor veel rust in mijn kop. En we gaan eventjes lekker chillen vandaag. En ik ga jullie gewoon meenemen. Want ja, dit is ook het leven. Nou, dit is het eerste troep gebeuren. Ik had dus allemaal kleding besteld. En ik heb alles in de tas gedaan en bij elkaar gegooid. Moet ik nog allemaal uitzoeken. Nou, de keuken is echt een troep. Dus laten we even hier beginnen. En weet je waar ik soms niet zo goed tegen kan? Waarom ik ook dacht van ja, laat ik deze video gewoon lekker fixen vandaag. Ook al heb ik er niet zo heel veel zin in. Maar dit is ook gewoon hoe iemand zich kan voelen. En toen dacht ik ja, op social media zie je dat eigenlijk nooit. Het zijn altijd de perfecte dingetjes. En het is ook logisch, want je wil highlights delen. Maar toen dacht ik ja, vandaag even lekker niet. Dus mensen, mocht je niet lekker in je vel zitten, dat is doodnormaal. En iedereen heeft dat. En bij mij helpt mijn huis opruimen. Ga lekker naar buiten. Ga naar de stad. Ga iets lekkers halen. Een donut of een koffie. Weet ik veel. Maar it's okay. It's okay. Anyways, let's go. Het huis is ondertussen helemaal schoon. Ik voel me gewoon weer wat chiller. Het helpt echt. Lukt het of niet? Lukt het zo? Het gaat echt goed met ons vandaag. It is going very well. Anyways. No issues, no problems. Ja. Everything is totally okay. Ik heb even wat eten meegenomen, want we gaan even naar het tuincentrum om wat dingetjes te halen voor de katjes en voor de tuin. En kijk, het is gewoon kwark met muesli en. Ja, en toen was de batterij leeg. In ieder geval, gelukkig hebben we nog een telefoon. Het is dus in ieder geval granola. We hebben blauwe bessen en pindakaas. En kwark met cheesecake flavor. Echt super chill. Dus dit neem ik eventjes mee. En ik neem dat een deksel mee. Zodat die later erop kan. En je dus geen troep krijgt in de auto. Hallo. Trouwens, moet ik in mijn mondkapje op. Ik denk dat je hem wel even af mag hoor, niemand om je heen. Buiten dit toch? Ja. Ik heb niet zin buiten. We hebben deze twee gehad. Heb ik gekozen. Helemaal trots op. Ja, we hebben nog twee potten nodig, want je had vorige keer een kleinere pot gehaald. Die paste dus niet, dus deze komen buiten. Ik zei, kijk, het is mooi hout. Het past bij ons balkon boven het water en bij de houten achtergrond, zeg maar. Dus, mooi hoor, meneer architect. Ja, kijk, zie je? Dus, ik kies eindelijk iets in huis, dat mag ik trots op zijn. Oh, look at you. Ja, dit is voor de boompjes die we hebben. Twee Japanse boompjes, dus we moeten alleen nog even aarde halen. Oké, deze past hier. We hebben even een sjaal eronder gelegd, dan gaat de auto niet kapot. Oei, kijk uit voor je rug. Ja, we hebben een beetje veel gehaald, maar goed, we hebben het wel nodig voor de tuin. Dus dit past net aan. De kat gaat gelijk alles ruiken, uittesten. Maya. Alle aarde die we nog straks moeten gaan verpotten, heet het volgens mij. Verpotten heet het toch nog? Ja.
Nou, ze komen dus hier bij het water te staan. En wat ik dus bedoelde, was dat dit dus van hout is, wat dus bij de vloer past. En dan ook met dit op de achtergrond. Dus ik dacht, dat is wel mooi. Maar dat vonden ze dus grappig, omdat het de eerste keer is dat ik iets uitkies voor buiten. Omdat jij nooit zegt van ik wil die kleur, of jij zegt altijd maakt me niet uit, kies jij maar. That's different. What you got? Een pokeball met... Pokeball, Jezus. Jezus. Een pokeball? Oh my god. Een pokeball. I did not just say that. Doe maar gewoon helemaal een accent. Nee, nee. Anyways, er zit zalm in met zwarte sesamzaadjes, mango, radijsjes, avocado zit hieronder en sojabonen. Ja, edamamebonen zijn volgens mij, ja. En dan rijst. Ik heb volgens mij iets soortgelijks. Je hebt niet dezelfde, toch? Nee. Kijk maar. Met zeewier, die edamame beans. Sowieso met zalm, ik neem altijd zalm. Heel veel avocado. Waar is jouw zalm dan? Ja, waar de fuck is mijn zalm? Had je überhaupt zalm besteld? Wat de? Jer, het zit eronder toch? Heb je de verkeerde gedaan? Nee, het zit eronder toch? Nee, Jeremy. Ja, toch? Ik dacht echt serieus dat je iets verkeerd had gedaan. Maar er staat serieus gemarineerde zalm. Gemarineerde zalm, komkommer, zeewier, sojabonen, avocado, sriracha, mayonaise en whatever. Maar waar de fuck is je zalm dan? Hi, goedenavond. Hi. Ik had even een vraag. We hebben net 2 pokeballs besteld bij jullie. Alleen bij eentje zit geen zalm erbij. Even kijken hoor. De volcano. Wat? Nee, we hebben hem al bezorgd gekregen, maar letterlijk bij een van de pokeballs zit dus geen zalm erbij, maar alleen de groene dingetjes, zeg maar. Oh, echt waar? Ja. Oh, oké. Ik ga heel even kijken met mijn collega bespreken, oké? Ja hoor, prima. Ja? Ja, ik kan wel even uw adres noteren. We zijn aan de lijn met ons baas hoor, dus dat is verschrikkelijk. Oké, prima. Baas niet op, dus dan dat kun je zo terugbellen en dat u dan een nieuwe krijgt. Ja, en wat moeten we met de pokeball doen die hier ligt dan? Dat weet ik niet zo goed. Ik kan mijn collega even geven. Ik ben hier net nieuw. Dus... Oh ja, prima hoor. Is goed. Ja, oké. Omdat soms. Hallo. Hi, hi. Ja, mijn baas wilt u zo meteen bellen, want u krijgt eventueel of kortingscode of volgens mij een drankje. Alleen wij zelf mogen dat nooit. Een drankje? Dus dat is een beetje een probleempje, maar ik zag dat u nu net had gebeld. Maar dan geef ik anders even uw nummer aan hem en dan wordt u echt binnen 2 minuutjes gebeld. Maar er zit letterlijk geen zalm in die pokeball. Ik bedoel, yeah. Wat is het probleem? Nee, ga ik geen drankje aannemen, sorry hoor. Ja, het was heel druk en ja, er moest ook iemand ingewerkt worden, dus het was allemaal een beetje hectisch. Maar wilt u dat anders nu de zalm komen brengen? Of? Ja, graag. Want de pokeball zelf is wel gewoon goed, alleen de zalm mis. Drankjes anders bij doen of een ijsje? Ja, drankjes wel lekker, Cola Zero of zo. Ja? Dat uur 2? Ja, graag. Oké, en dan komt de zomer ook zo aan. Oké, prima dan. Oké, dankjewel. Doeg. Tot ziens. Ik werd kwaad en toen kon ze dus wel de zalm nu nabrengen of zoiets. Dus ja, ik weet niet of je alvast wil eten, maar wil je een stukje van mij? Nee, ik neem dit wel. Ik moet wel zeggen, die van mij is wel echt kapot lekker. Ik heb de zalm met mango. En die is echt goed, maar dan heb ik zoiets van ja, ik heb vroeger ook zelf in een restaurant gewerkt. Als er iets verkeerd is, dan ga je niet een ander iets wat veel minder van waarde is en wat je niet hebt besteld aanbieden. Dat is weird. Dus uiteindelijk, it is what it is en ze komen het gewoon nabrengen, maar ik vond de oplossing een beetje heel erg apart. Dus daardoor had ik zoiets van ja, nee, dit gaat niet gebeuren. Wat vinden jullie daarvan? Zouden jullie het ook zo gedaan hebben of niet? Want ik vind het gewoon fucking raar. Zo'n pokeball is duur, dus ja. Hè, moet je ook krijgen waar je voor je betaald hebt. Oké, okay. Het is net weer geleverd en ze hebben letterlijk gewoon een bakje zalm gegeven. Dus nu kun je wel je eten bij elkaar doen zoals het was, maar ja, yeah, it's something, weet ik veel, I don't know. Hier. Gisteren heeft Nos een soort Mexicaanse zondag gehad. Nos de tuinman. Jerry, wat de hel?
Nee, nou ze heeft gisteren hier op het balkon al haar planten geplant terwijl ik aan het gamen was. Ik had een soort game day en Nos had een soort clean-up rush. Ruim alles op day. Ik heb ook echt veel opgeruimd hier dat ik niks heb gedaan gisteren, toch? Ja, ja, zeker. Okay, ja, zie je. Maar ik ga jullie even het balkon laten zien, want die is nu echt Nosly ready, zeg maar. Hallo Louise. Ja, verstop je maar. Zou ik ook doen. Normaal stuur hem gelijk weg, want hij heeft echt alle planten hierop. Dan gaat hij zo ruiken en dan hapjes nemen. Dus daarom keek je net zo. En hij is altijd op... Ja, hey Louis. Hij is altijd op eendenjacht. Hij kan er niet bij, maar dat weet hij zelf niet. Anyway. Deze heeft Nos dus gisteren verpot. Met de bakken die we jullie hadden laten zien. En I actually like it. Het is nu echt gewoon zo'n buitenruimte en helemaal. Als het dus warm wordt zoals nu, hebben we gewoon echt een heel nature balkon. Maar Nos en ik komen dus net terug uit de gym. En Nos is nu een beetje aan het chillen, want ze is op mij aan het wachten tot ik klaar ben. Maar we gaan nu dus stretchen. En jullie hebben vorige keer aan ons gevraagd of we dit met jullie wilden delen. Een hele stretch. Dus Nos gaat hem straks leiden. Ja? Ja, ik ben moe. Ik moet stretchen. Want echt alles doet pijn ook gewoon. Dus, ja. Dat dus. We gaan de oefeningen laten zien die wij doen, zodat jullie ze ook gewoon kunnen doen als je een full body stretch wil doen. We gaan ze waarschijnlijk wel versnellen, anders duurt het echt veel te lang in deze video. Maar dan kunnen jullie dus in ieder geval wel zien hoe het gaat. Oké, zoals Jer al zei, ga ik dus even een paar stretches laten zien die ik eigenlijk standaard... Nou ja, bijna elke dag wel doe of zo. In ieder geval sowieso na een training. En deze kun je ook gewoon thuis doen. Zorg er dan wel even voor dat je een beetje alles losschudt. Doe even een paar jumping jacks, zodat je wel warm bent. Want als je namelijk gaat stretchen op een koud lichaam, daar word je niet heel blij van. Dus doe dat wel even voordat je gaat beginnen. Jerry zei in eerste instantie dat we alleen de oefeningen gingen laten zien. Maar toen dacht ik, ja, we kunnen net zo goed een soort van follow-along doen. Dat je letterlijk deze video kan aanzetten. En dan met ons mee kan doen, aangezien het toch maar 30 seconden per stretch is, wordt de video misschien een beetje lang. Maar goed, dan hebben jullie er wel wat aan. Dus laten we lekker even gaan stretchen. Wij komen dus net uit de gym, dus het is ook wel even nodig. Hello. Kan je matjes neerleggen? Hier. Thank you. Tja, jongen. Oké, het eerste wat ik altijd doe in mijn stretch is echt super simpel. Je hangt gewoon voorover. Met je benen op heuplengte, zeg maar. En het enige wat je gaat doen is je knieën buigen. Terwijl je blijft hangen naar beneden. En dat ziet er van de zijkant ongeveer zo uit. Dus ik ga ondertussen even een timer zetten. En dat doe je 30 seconden. En als je dit doet, probeer dan echt alles los te laten. Dus niet je hoofd zo gaan doen. Probeer alles gewoon los te laten. En bij iedere uitademing laat je het ietsje meer los ook. Diep ademhalen. Yep, en diep ademhalen inderdaad. Oké, volgende. Volgende is eentje die ik zelf heel fijn vind. Omdat ik vaak last heb van mijn onderrug, helpt deze echt perfect. Je gaat één been naar links vouwen. Het is beter als ik het even laat zien. Zo, je vouwt hem onder je langs en je gaat zo zitten. Dit noemen ze volgens mij Pigeon's Pose. Jij kan dit ook. Doe dan. Ga zo zitten en je herhaalt het bij twee benen. Dus je doet 30 seconden de een en 30 seconden de ander. Je pigeonis. Pigeonis. Oké, en... Ik vind het zelf chill om een beetje heen en weer te bewegen. Die voel je namelijk helemaal doorgaan tot in je onderrug en je hele glute. Maar ook je hamstrings worden helemaal uitgerekt hiermee. En het is echt een hele fijne oefening. Als het lukt, kun je dus voor net je eigen lenigheid. Ja. Hoe ver je been gaat. Want je hoort het dus in de optimale manier 90 graden te houden, onderste been. Maar bij ons lukt dat ook niet helemaal. Dus hij zakt dan iets terug, je voet. Ja. Oké, wisselen. Jemima, andere been. Heb je al gewisseld? Nee. Dan wissel je door naar je andere been. En ja, wat Jer zei, kijk gewoon wat je zelf aan kan. Het gaat er natuurlijk wel om dat jij geen pijn moet hebben. Het moet geen pijn doen. Een beetje branden mag wel, maar geen pijn hebben. Ik vind het zelfs chill om zo te gaan zitten.
Jerra fout zichzelf ook helemaal dubbel. Dus doe wat goed voelt voor jou. Goed, 15 seconden. Nog even volhouden. My ass doet pijn. Je okay. Voelt wel gelijk wat je moet stretchen. Ja, ja, ja. Oké, okay, stop maar. Omhoog gewoon zitten, even kijken. Dan hebben we de volgende. Ga gewoon op je knieën zitten. En wat ik dan zelf fijn vind om te doen, is eigenlijk gewoon gaan zitten en je armen voor je uit doen. Je mag ook je knieën wat breder doen, zodat je buik eigenlijk tussen je benen komt te liggen. Hou je voeten plat op het matje. En hou je handen voor je uit. Ja, dat is de eerste die we doen. En terwijl je zo zit, probeer je je hele onderrug helemaal los te laten. Dat hou je even 5 seconden vast. En wat ik zelf fijn vind om te doen, dan kom je naar voren. En je duwt jezelf omhoog. Into the snake pose. Is dat het? Cobra. Cobra, ja. Ik weet al die yoga benamingen niet. Ik wil al luisteren. En je gaat weer terug. Deze mag je ook even wat langer volhouden hoor. Omdat je natuurlijk de hele tijd afwisselt. Dus we zijn al over de 30 seconden heen. En als het goed voelt, ga je weer omhoog. Nou, ik herhaal dit zelf meestal, even kijken, 4 keer ongeveer. En dan is het prima. En dan zit je ongeveer op een minuut, zie ik nu. Oké, oh. Heerlijk. Hoe gaat het bij jou, Jer? Ja, leef je nog? Oké, okay, dan onze favoriete stretch ever, ook die van Jer. Deze is namelijk perfect voor je onderrug. En het kan best zo zijn dat die even gaat kraken, maar dat is helemaal niet erg. Zoals ik zei, zolang het geen pijn doet, is het alleen maar goed, want dan laat er namelijk druk los. Je kan op je rug gaan liggen. En wat je doet, je pakt je knie vast en je trekt hem eigenlijk naar je toe. En dat kan je even vasthouden. En wat je dan vervolgens doet is... Je knie ga je over je heup bewegen, maar terwijl je linkerarm op de grond blijft liggen. Oeh, dat is mijn rug. En we doen gewoon allebei de kanten, dus het heeft verder niks met secondes te maken. En wat je ook nog eventueel kan doen, is kijk naar de andere kant waar je been niet is. Dus kijk weg van je gebogen been. Ja. En elke keer als je uitademt, probeer dan deze knie ietsje dichter naar de grond te doen. Oeh, hoorde je dat? Mm-hmm. Oké, okay. En dan kom je heel rustig terug. Gaan we de andere kant precies zo doen. Ach, heerlijk, dat geeft echt een verlichting in mijn onderrug. Ik vind het echt super chill. Goed, je pakt je andere knie. En dan gaan we draaien naar de andere kant. En je mag dit heel rustig doen hoor. En waar je even op moet letten, want dat had ik vroeger zelf altijd. Als ik dus zo lag, dan automatisch spande ik mijn andere bilspier aan. De linker, waar dus zeg maar geen stretch in zit. Dus probeer ook die gewoon helemaal los te laten. Gaat het, Jer? Oké, mag je ook die weer loslaten en dan gaan we door naar de volgende. Neem even je tijd als je van die mat afkomt, want soms kan je een beetje duizelig zijn natuurlijk. Okay. Gaan we door naar de volgende. Even kijken, oh ja. De volgende, die houden we wel 30 seconden per been weer vast. Ik heb geen idee hoe dit heet, omdat ik al zei, ik weet echt de yoga poses en zo, geen freaking idea. In ieder geval is het één been naar voren, een beetje onder je knie zeg maar. En wat je doet is je gaat gewoon erin zitten, heel simpel. Je draait namelijk helemaal de voorkant van je andere kant van je heup uit, je hamstrings, je glutes, everything. En deze houden we 30 seconden vast.
En ik vind zelf deze altijd heel erg fijn, omdat als je vaak zit, dus achter een laptop of gewoon je zittend kantoorwerk, noem het op, dan heb je vaak dat de voorkant van je heupen helemaal strak gaat staan. En deze is daar heerlijk voor, want het rekt het gewoon echt goed uit. En als je de rek niet goed voelt, ga dan gewoon nog iets verder naar achter zitten. Maar je ligt wel recht. Yep. Oké, switchen naar het andere been. En ik heb zelf altijd dat de rechter strakker zit dan de linker. Geen idee waarom, maar je voelt het zeker weten. Goed, we zijn bijna klaar. Laatste 10 seconden. Yep, dat was het. Oké. En dat is mijn stretch routine. Jer, blijf nog even doorgaan. Nou, dat was een stretch routine. Ik hoop dat jullie het chill vinden om te doen. Laat even weten in de comments of je hem ook echt hebt uitgeprobeerd. Nog één... Ho, hallo. Ik wou nog iets zeggen. Wacht even. Ik wou nog even zeggen voor alle meiden en jongens die zitten te kijken nu. Gymshark die heeft een sale die eraan komt. En ik maak nog een aparte video voor jullie met al jullie vragen. Dus mochten jullie nu al dingen hebben, kan je het ook even in de comments droppen. Of op mijn Instagram, misschien een DM, wat je zelf wil. Maar die video komt eraan, die komt halverwege deze week online. Ja, en nu gaan wij... Ik ben echt moe. Jij gaat editen nu. Ik ga editen. Ja, weet je wat het is? Jullie zien dit nu. En het is nu... Hoe laat is het? 4 uurtjes eerder. Ja. Zo, ik ga nu editen. De dag en zelf over 4 uur zien jullie dit. Zo. Ja. In ieder geval bedankt voor het kijken. Zie jullie snel weer. En ja, tot de volgende video. Doei.